Yo, beste YouTubers, en welkom weer bij een nieuwe video van Subnautica. Jebo. Oké. Vandaag gaan we toch echt die locatie betreden, maar om te beginnen weer een paar nieuwigheden. Ik heb een bed gemaakt. En ik heb dit gemaakt. En hiermee kan ik dus upgrades doen, zoals de CMOD upgrades, om nog dieper te kunnen. Een gloeimus, die heb ik ondertussen al. En ik heb een nieuwe duikfles gemaakt. Kijk, ik kan nog langer onder water blijven. Ik heb ultra zwemvliezen gemaakt. En hier hebben we het van 3 minuten. Hier hebben we het gloeimus. Ik lang onder water blijven. Ja, we hebben een poster opgehangen, meegenomen vanuit het schip. Ja. In het schip heb ik... Ja, in het schip heb ik nu wel alles gezien ondertussen. We gaan even naar beneden. En we pakken onze CMOD mee, want... Als zeewater zoet was geweest, dan zal overleven veel makkelijker zijn. Kijk, ik heb daar de duikklok. En dit is eigenlijk een onderwater base. Allee, daar kun je van maken. Ik heb er al een paar buizen aan gehangen. En de scankamer. En een... vorige keer was er nog geen stroom. Maar nu dus wel. Dus eigenlijk, kan ik hier... Ja, ik dacht eerst dat ik hier die upgrades kon doen, maar... Geen idee waarvoor het goed is deze. Het is gewoon, als je de Cyclops niet hebt, is dit wel een handig huis om te hebben ofzo. Allee, als ik het Exo-pak hier ook kan aanhangen, dan is het wel handig. Want waar ga ik dat spel houden als ik die daar parkeer? Mm-hmm. Ja, de scankamer kunnen we nu wel binnen. Vroeger hadden we of we wel naar binnen kunnen. Hebben we camera's. Ik heb buiten een camera drone. Oh, dat inzoomen? Of niet? Oh nee. Ik weet niet wat ik nog kan doen. Je hebt een camera wisselen status. Ja, ik heb ook... Er hangen 2 camera's aan de scankamer en ik heb een drone ergens losgelaten. Ja, hier. Hier kunnen we nog... dat is een camera drone, die heb ik ook gemaakt. Ja, ik heb al 1 upgrade dinges gemaakt, nog 3. Het zal wel. We gaan even de CMOD. Ik heb wel wat extra buizen aangehangen. Hier is een deur. We gaan even het drinken halen. Ah ja. Rest snake. Oké, op naar het gevaar. Ik krijg dorst van het eten. Ja, precies, ja. Het is ook weer donker, godverdomme. Ja. Zullen we zien. Is dat ook gevaarlijk, dat hè? Zo'n minivisje, jongen. Ik weet niet, ik had ze wel niet voorbij zien komen. Oh, hopelijk is er geen lava. Hoe noemt die? Lava. Oh, vulkaan. Ja, nee, ik bedoel, er is zo'n vis die bij zo'n gebied blijft. Oké, pak erop. Oké, even. Is dat uw mod, Simon? Ja. Wacht, waar heb ik? Ja, ik zal ze niet zien wat ik heb ontgrendeld, maar... Oké, ik ga nog eens terugzien in de cabine. Bam. Achtergelaten PDA. Oké, terug. Oké, mensen, rap naar boven. Ik ben ook bang dat de reapers, dat die rapper zijn dan mensen. Wow! Een vulkaantje gevonden.
En we mogen in de binnenboom stappen, kies. Ja, allemaal, hè. Jongen, joh. Als ik tegenwoordig... Een reaper! Dat is een reaper. Net gezien? Ja, ja. Nee. Ah, nee. Omdraai. Ik kan nu eens testen. Hé, wat is dit? Wacht, zijn we hier al geweest? Of niet? Zo gaan hier eens even. Hier zijn we nog niet binnen geweest. Wat soort server hebben we hier allemaal? Ja, snuibrander. Amai, ik val het niet. Echt gewoon nog een nachtzuigen. Is er iets dat niet overeenkomt met vrouwen of wat? Ja, maar de kar is wel van vrouwen ook. Ja, hier zijn al die paddenstoelen bomen. Dus. Mm-hmm. Ah, wacht, is dit hem? Ja, ik vrees het niet. Ja, ik denk dat hem nog groter moet zijn. Ik kom wel steeds groter. Wacht, dit kan wel eens zijn. Oh, help me toch. Ja. Ah, oh, het is maar zo weinig. Godverdomme, ik dacht dat je een reaper waard. Maar je mag me wel gerust laten, hè. Ah, oh, het zit hier. Het zit hier ook weer vol met die beesten. Maar ik moet er. Godverdomme! Rustig looten is hier niet mogelijk. Ah, ja, ja, ik heb het. Mensen, ik heb het gevonden. Gelei zak. Gelei. Ja, mensen. Oké, ik kan nu eens zien of ik het heb geloopt. Ja, Robbe. Serieus, dat is nog iets dat ik niet ken. We zijn er nog altijd niet. Is dat hier al? Nee, dat was hier toch niet. De kust lijkt veilig. Dan kunnen we hier eens gaan scannen ofzo. Ja, dat is zo'n duikpokker. Een vaas misschien. Wacht, dit heb ik nog niet gehad, precies. Nee, wel. Torpedo worm, heel ik ook al, denk ik. Ja. Nee, niks. Jong. Oké, verder. Hij ligt ook nog. Ik denk dat wel, dit zijn zo die stukken waar ik al eens ben geweest, waarschijnlijk. Het duurt zo lang tegen dat je klaar bent met deze game.
meer dan 20 uur online. Amai. Als je het echt goed doet, dan duurt het zo ongeveer 8 uur de game. Ja, ik zat natuurlijk met veel raadsels. Dus, we zijn aangekomen met dat soort dingen. Hier gaan we ergens Robijn moeten vinden. Maar voor de zekerheid zal ik toch al die rotsen eens erop gebruiken. Lood. Goud. Of ik moet dieper. Alsjeblieft, zeg. Oh, ik heb een radiobericht. Dat is ook lang geleden. Oh. Dat is een monster. Ja, maar die komt niet. Ik ga... Come on. Ach, we komen het meer en meer tegen. Zo vredig en ik heb het nooit gezien. Ah. Ik wil er op bij en ik wil er weg. Oh, dat was een naar geluid. Ja mensen, ik heb er toch even genoeg van, ik ga gewoon terug, zonder succes. Ik zal nog eens moeten terugkomen. Het exopak is ook voor deze video niet het geval, maar ik ga toch offline bezig blijven tot ik Robijn gevonden heb. Nou ja, of ik doe het toch in een video, ik weet niet. Maar het wordt wel tijd dat ik moet volgende video toch echt wel het exopak hebben. En dan denk ik dat we daar helemaal naar de diepte moeten zwemmen. En daar schijnt een heel grote schedel te liggen van een monster. Ja, dan komen we ook echt in het meest intense stuk van de zee. Maar ja, ik zal hier de outro doen. Mensen, dit was de video op Subnautica van deze keer. Like en abonneers. En het was wel eng. Ik heb Reapers gezien vandaag. Ik heb teleporteren dinktvis. En ja, gewoon dat water ziet er zo creepy uit. Maar mensen, dit was de video. Like en abonneer. En ciao.